Kun en welkom bij deze nieuwe aflevering van Interactief hier bij DTV. We zijn ietsje later begonnen vanwege een storing. Maar dank u wel dat u dus dan nog afgestemd bent op het kanaal. We gaan dus dan beginnen met de onderwerpen. We gaan de actualiteiten van de week behandelen. Er zijn heel wat zaken gebeurd. En die zaken zullen wij dus dan doornemen met onze gasten. En het hot item van het moment is het boek dat geschreven is door een zekere ondernemer. En die ondernemer heeft heel veel jugu-jugu gebracht in de samenleving. Want van alle kanten uit wordt er gesproken over het boek Corruptie op het hoogste niveau, zaken doen in Suriname. Gerard van den Berg heeft het boek geschreven en de foto van de president staat op de koffer. En hij is niet blij daarmee. Hij heeft dus dan de justitie, tenminste de PG, geraadpleegd om een onderzoek hierbij te doen. Maar goed, we praten hierover met deze heren die we aan tafel hebben. Die ziet u zo direct. We gaan ook praten over de manier hoe gronden worden uitgegeven in Suriname. Vanuit het kabinet van de president, met handtekening van de president, met toestemming van de president. Je vraagt je af wat er allemaal gebeurt. Maar we praten straks daarover. En nu weten wij al dat wij ons vuil toch wel zelf moeten gaan verbranden. Of verwerken. Of zo doen we dat in. Want er is geen geld, zegt de minister van OW, om vuil op te halen. Dit en nog veel meer in deze nieuwe aflevering van Interactief. Welkom. In de studio hebben wij parlementariër Ebu Jones. Je zou best wel kunnen zeggen de populairste parlementariër van het moment. Is dat zo? Nee. Is die zo? Nee. Integendeel, we doen het niet voor populariteit. We doen het gewoon voor... We doen rokken. Ja, maar je wordt gezien. Je wordt gehoord. Ja, omdat de samenleving me daar gezet heeft om gehoord te worden. Ja. Want hun stem moet gehoord worden, hun noden moeten we aankaarten. En soms gaat het er hard aan toe. Vooral wanneer je niet gehoord wordt. En vooral wanneer je een soort van dictatoriaal gedrag ziet in DNA. Waarbij parlementariërs, vooral parlementariërs vanuit de oppositie, niet die ruimte krijgt, genoegzaam die ruimte krijgt om... de noden van die samenleving daar te uiten. En tegelijkertijd, wanneer je het doet, je ziet ook een regering die is neerarchie. Dus soms is het nodig, voor mijn kibari, ik denk maar begrijp dat Assan Sawetja qua visie namens haar samenleving dat ik naar ernstig door weer doe. En het kan een beetje harder aan toe gaan, maar it's part of the job. Oké, aan de andere kant zit meneer Raoul Hellings. Ik zou bijna zeggen de NPS'er, maar goed, dat hebben we nog officieel niet gehoord, of wel? Hoe gaat het met je? Ik word rustig. Kijkers en luisteraars van DTV, ook van mij kan een goeiemorgen. En een speciale piece voor deze kijkers en luisteraars. De NPS'er? Ja, de NPS'er. Officieel? Nee, niet officieel, maar de NPS'er. De officiële formele zaken moeten nog beklonken worden. Maar u bent NPS. Ja, ik ben NPS. Dat is nice. Oké, dan weten we dat ook. Ik ben hier op eigen titel. Ja, dat weten wij ook, ja. En wat voor titel is dat? Huh? Hoe zou je dat... Als burger van het land, als bestuurskundige. Ja, oké. Ja. Nice. Mooi. En als iemand die heel veel weet over wet en recht, kunnen we dat ook zeggen? Ja, ik heb affiniteit met het recht. Ja, je bent jurist. Ja. Meneer Santokki is boos op een foto van hem op de cover van een boek geschreven door de heer Gerard. En iedereen heeft zijn of haar mening daarover. Het gaat over corruptie en Amal Kanamanoa link in schriften naar corruptie. Hoe heeft u gekeken naar die ontwikkeling, meneer Jones? Ik heb het gevolgd. Ik heb dat boek ook een beetje doorgenomen intussen. Ik wist niet eens dat dat boek er bestond, totdat ik een poeha ervan heb gehoord. Dat is er wel zoekatori. Ik heb er weliswaar niet voor betaald, want ik heb het online versie gehad. Ik denk dat twee dingen belangrijk hierbij is. De persoon Santokki op zich en de staat Suriname. Omdat uiteindelijk hij de president is en hij de staat Suriname vertegenwoordigt. Hij is symbool van het land en hoe het gaat in het land. En wanneer iemand de wereld instuurt, een boek waarbij
Suriname enigszins negatief wordt belicht, ben ik de eerste die daartegen zal ageren. Okay. Omdat Lucasa Morobiki, Lucasa in een vraagstuk vanuit nationalistisch zijn. Mm-hmm. En wanneer een boek met een dergelijke titel waarbij je staatshoofd prominent daarvoor komt, dan moet je je afvragen van wat zal de impact zijn voor investeerders die naar Suriname moeten komen. Want uiteindelijk zijn wij allen verantwoordelijk voor het verder opbouwen van Suriname. En een van de belangrijkste aspecten daarbij is sowieso ervoor zorgen dat onze verdiencapaciteit verder gaat verhogen. En dat kan door meer foreign direct investment aan te trekken. Maar wanneer dat niet kan gebeuren omdat een dergelijke boek in de ether wordt gegooid, is het lastig. Andere kant van het verhaal is natuurlijk, ieder heeft het recht om zijn of haar gevoel en beleving, nou op papier of nou in een microfoon en dergelijke, kenbaar te maken. En ik denk dat dat het geval is, het is zijn ervaring. Ik weet niet in hoeverre de president, in dit geval meneer Santokki, enig juridische houvast heeft om te zeggen dat er sprake is van smaad en laster, mm-hmm. of dat het niet gepubliceerd mag worden, of dat zijn foto op een dergelijke pagina boek niet geplaatst zou mogen worden zonder zijn toestemming. Dat weet ik niet. Vanuit mijn beperkte, ik zeg altijd beperkte, of bescheiden, laat me niet zeggen beperkte, maar bescheiden juridische ervaring, is dat hij eigenlijk geen houvast heeft. Okay. Omdat hij president is, hij is een publiek figuur. En per definitie heb je geen enkel toestemming nodig om een dergelijke persoon in een dergelijke functie, als je zo'n foto wil schieten en het wil publiceren. Natuurlijk moet het al zodanig gebeuren binnen de grenzen van het toelaatbare. Dus laten we kijken. Okay. Maar het is in ieder geval niet de plek van die persoon om aan te geven dat het niet mag. Okay. Laat de rechter dat bepalen. Mooi. En nu naar Hellings. Hij heeft bijna een, je zou kunnen zeggen, een tweedelig antwoord gegeven op die vraag. Mm-hmm. Eerst sprak hij over de president als symbool van Suriname en je kan hem niet zo belichten. Daarna geeft hij een soort van juridische uitleg. Hoe kijk je tegenaan? Min of meer op dezelfde manier. Hoor. Het gaat hier om twee rechten die in het geding zijn. Je hebt, aan de ene kant heb je die vrijheid van meningsuiting, zoals Ibo heeft aangehaald. Dus dat recht omvat dus die vrijheid om informatie van welke aard dan ook te verzamelen, maar ook te delen op welke andere, welke manier je dan ook wil, zij via publicaties, zij via social media. Nou, en belangrijk bij dat recht, want het is niet louter een groot recht, grondrecht, het is een fundamenteel mensenrecht. Okay. Het is ook opgenomen in internationale verdragen, waaronder het Amerikaans Mensenrechtenverdrag. Een van de belangrijkste bepalingen daarbij is dat dit recht niet beperkt mag worden door voorafgaande controle vanuit de overheid. Mm. Dat is één. En aan de andere kant heb je het recht van het individu op een goede naam en eer. Yeah. Privacy, et cetera. Dus het zijn nu deze twee rechten die tegenover elkaar zijn. Los van het feit of je kan afvragen of de president als publieke figuur toch, zich überhaupt kan benoemen op het recht van privacy, om het maar zo cru uit te drukken, en met name het gebruik van die foto. Mm-hmm. Dus het zijn twee rechten die tegenover elkaar staan. Mm-hmm. Toch? En het is nu de vraag welk recht gaat in dit geval voorrang krijgen. En die vraag kan alleen beantwoord worden door de rechter. Ja. En in dat kader staat de president vrij om boos te zijn, maar staat hem ook vrij om naar de rechter te gaan. En dat heeft hij gedaan. Ja, dat heeft hij gedaan. Daar is op zich niets mis mee. Dus laten we wachten totdat de rechter, het is wat mij betreft een testcase weer voor de rechtsstaat. Laat de onafhankelijke rechter gaan beslissen wie nou in zijn rechtsstaat, of het nou de president of de privépersoon van Chandrika Santokki is, of als het de tegenpartij is. Maar ik vraag me af, hè, want ik heb in de tijd ook foto's gezien van presidenten gewoon, weet je, dus, in paardmoeden of weet je, dus, niemand dus, heeft dus, er iets van dus gemaakt. Precies daar gaat het om, toch? Die kleinzieligheid
In die zin dat heb je lange tenen, voel je je beledigd omdat men iets gezegd heeft? Of kom je daadwerkelijk op omdat, zoals ik eerder heb gezegd, dat grote plaatje, dat Suriname, enigszins negatief wordt belicht en daardoor schade zou kunnen ondervinden? Maar het neigt, ik kreeg het gevoel als ik alles zo lees en als ik interview van de president heb beluisterd, dan neigt het meer naar kleinzieligheid. Mm-hmm. Kleinzieligheid. Ik durf bijna te zeggen dat die president de kluts kwijt is. Hij is het spoor helemaal bijster. En weet je wat het mooie van de zaak is, die contradictie? Het is dezezelfde president die praat gaat op wet en recht. En als je een rechter geschaad bent, ga naar de rechter. Maar dus los van het feit dat je de zaak dus nu civiel wil aanpakken, wil je ook nog strafrechtelijk aanpakken. En we moeten er echt niet zo makkelijk overheen gaan. Hè? Want er wordt daarbij nog gezegd, er moet strafvorderlijk worden opgetreden. Ja, ja. Er moet justitieel worden opgetreden. De president is niet degene die dat bepaalt. Het is nog steeds het Openbaar Ministerie dat die dominus litis positie heeft. Precies. En met een dergelijke taalgebruik zeg je eigenlijk stilletjes aan die samenleving dat jij de opdracht gaat geven en het zal moeten gebeuren. Maar dat horen we ook vaak, hè? Precies. Maar die kleinzieligheid voor mij ligt meer in het feit dat wij overige presidenten hebben gezien die ook niet al zo mooi belicht werd. We hebben ook gezien dat zelfs de vicepresident, de huidige vicepresident, op een bepaalde manier door Le Monde werd neergezet. En daar werd er geen poeha over gemaakt. Maar hier zie je dat het wel gebeurt, maar los daarvan. Maar iedereen is anders, hè? Dus je zou kunnen zeggen, Satoki is anders. En precies. En dat heeft weer te maken met dat gedeelte. Maar dat andere gedeelte met schade van Suriname door de president neer te zetten als een corrupteling. Weet je, die samenleving en die wereld en met social media en de nieuwe manier van informatie verstrekken en informatie vergaren, maakt dat die wereld precies weet wat er in Suriname gebeurt los van dat boek. Ja. Want geloof me, met HPSG-case, met Italiaanse maffia, met geheime rekeningen, met Mennonieten, met het nieuw surfing, met het wijzigen van de statuten van staatsolie om je vrouw te accommoderen. En noem maar op, zijn allemaal tekenen van corruptie. En als we kijken, een van de onderwerpen straks ga je zien dat de president hemzelf accordeert of tekent met betrekking tot gronduitgifte, waarvoor er eigenlijk geen enkel verklaring voor heeft. Het omzeilen van de Nationale Assemblee met betrekking tot grondconversie, zijn allemaal tekenen van corruptie. Dus je hoeft dat boek niet te hebben om enigszins te begrijpen. Vaststellen. Om een conclusie te trekken. Om te begrijpen als buitenlander wat er allemaal in Suriname gebeurt. Believe me, if anybody comes to Suriname to invest millions, they do the diligence. Dat betekent, ze gaan letterlijk op het net en ze gaan searchen en je krijgt die informatie. Maar wat ik daarmee wil aangeven, als het gaat zozeer om hoe je omgaat met staatshoofden, om ervoor te zorgen dat die schade beperkt wordt voor Suriname, dan moet deze regering de laatste zijn die een dergelijke mening moet koesteren. Ja. Omdat, integendeel zien we de wijze hoe er wordt omgegaan met gewezen ambtsdragen in de functie van president en vicepresident, dat het niet kan. Kijk wat er met vicepresident Ashwin Adin is gebeurd, de manier hoe ze het hebben aangepakt, om vervolgens de man vrij te spreken bij de rechter, maar die schade is al geschied. Dus die vraag is, hoe hypocriet kan je zijn? Maar ja, mensen begrijpen je anders hoor. Iemand zegt hier, hey Boes, sorry hoor, jij bent toch ook op een mens onwaardig, mensonwaardige manier behandeld door dezezelfde president en nu bedek je hem met de mantel der liefde. Nee, ik bedek hem niet met de mantel der liefde. De persoon, ja, de persoon begrijpt. Ga dat ding in context lezen. Breng dat ding in context. Ik zeg juist wat ik zeg. Aan de ene kant moet je kijken naar dat grote plaatje Suriname en aan de andere kant moet je kijken naar de persoon. En de persoon, als je van daaruit gaat, is de persoon een beetje kleinzielig. Ja, ja. En nu de ware tijd, want nu gaat hij nog verder. De ware tijd heeft erover geschreven en natuurlijk hebben ze dus dan die koffer hebben ze dus dan geplaatst. En nu wordt geëist dat de ware tijd
weet je, de leider van de waardetijd is niet van plan om op basis van een deurwaarde explode de foto van de cover van het boek van de Nederlandse ondernemer Gerard van den Berg te verwijderen. Dat schreef Star News. Dit wordt gesommeerd door advocaat Gerald Soucharam namens zijn cliënt president Chan Santoki. Dat mag. Die advocaat die mag doen. Hè. Laat hij maar gaan eisen dat dat stuk wordt gehaald uit de publicaties van de Waardetijd. Er staat vrij. En als de Waardetijd gevolgen daaraan wil geven, dan is voor die advocaat en ook voor zijn cliënt dat varkentje. Je hebt altijd een case. Dat zeg ik, je hebt altijd een case. Maar hoe? Ja, en kijk, nu dat de Waardetijd heeft aangegeven dat ze het niet gaan doen, nou dan staat de gang naar de rechter open toch? En dat is nou precies wat er moet gebeuren in een rechtsstaat. De gang naar de rechter moet worden gezocht en dan zal de rechter uiteindelijk gaan uitmaken wie het nou bij het rechte eind. Maar ik vraag me af, is het censuur? Want de Waardetijd ziet het als censuur. Natuurlijk is het censuur. De Waardetijd publiceert iets wat in de samenleving rondgaat ook, hè? En ik zie niets verkeerds aan als de Waardetijd het pakt. En als de Waardetijd schrijft, dit gaat rond, zonder een beeld erbij te zetten. Want wat hebben ze gedaan? Ze hebben dat boek gepakt, de foto gemaakt en dat gepubliceerd. Ja. Dus ik zou niet weten op welke manier de president is belasterd. Of is als we het nu bijvoorbeeld in beeld zetten, dan krijgen we weer een deurwaarder-export. Nou, ik denk niet dat je je laat muilkorven, toch? Ja, maar ik bedoel, ga je niet meer mee, maar je gaat het krijgen. Waarom zet je het nu niet? Waarom zet je het nu niet? Want ik bedoel, het zou nu, want dat is het onderwerp. Ja, ja. En je weet vanuit de media, wanneer je onderwerp levendig wil maken, is het niet alleen de discussie, maar je brengt ook beeld zodat die samenleving weet waarover het gaat. Dus je wilt ons in problemen zetten. Je vindt dat je problemen zetten. Het is geen probleem, maar net zoals... Nee, het is een joke. Ik bedoel, het is overal op het net. Dus al plaatsen we het hier. Maar hoe ziet je het aflopen? Ik zie de president deze case niet winnen. Ik heb een hard hoofd. Hard hoofd in die zin van... de stelligheid waarmee de president praat... wil ik bijna... krijg ik bijna het gevoel dat hij weet waarover hij praat, in de zin van je hoort ook in diezelfde samenleving dat de president rechtelijke macht onder controle heeft. En we hebben te gevallen gezien waarbij er met twee maten gemeten wordt binnen het rechtelijk gebeuren. Dus ik heb mijn twijfels, gemengde gevoelens, maar ik ga ervan uit dat de mannen en vrouwen die het recht spreken, dat zij enigszins gevoel hebben van niet alleen het puur juridische, maar ook datgene wat in die samenleving leeft. Maar kijk, het mooiere van de zaak, want terwijl we hier bezig zijn over de gang naar de rechter, zegt de president op voorhand dat zelfs het praten over het boek is strafbaar. Is strafbaar. Dan zit je af te vragen... Herbedrading van de hersenen. Ja, deze is de klus helemaal kwijt. Hij is het spoorbijster. Wat is de technicus? Misschien kunnen we het nog even plaatsen in de uitzending. Ik heb het voor je gestuurd, Danny. Kijk even. Laat me toch wel... En omdat we wisten, en omdat ik wist, en niet alleen ik, ook vele andere journalisten en journalistenverenigingen en dergelijke, wist dat op een gegeven ogenblik zoiets zich zou voordoen. Waarbij vanuit de leiding al te vaak mensen monddood wil maken op basis van bestaande wetgeving. Daarom hebben we ook een conceptwetgeving aangeboden, een initiatief werd aangeboden aan de Nationale Assemblee, juist om de muilkorfwetten binnen je strafrecht eruit te lichten. Dan zeggen wij, laat strafrecht erbuiten, als je toch beledigd voelt, vecht het civiele recht aan. Maar met het strafrechtelijke gedeelte erin, kan je mensen angst aanjagen. Ja, dus wij hebben dat gedaan. Maar, en ik zeg u, dit is precies waar het nu op neerkomt. De voorzitter van de commissie van rapporteurs die is aangewezen, dat is meneer Sampie. Hij heeft letterlijk aan mij gezegd, toen ik hem heb gevraagd, waarom vergaderen we niet om die wet ready te maken voor openbare vergadering, zegt hij me letterlijk van, we hebben van de regering de opdracht om het niet te behandelen. Wow. Dat heeft hij gezegd. Dus dat geeft aan. Maar dat geeft ook aan dat meneer Sampie geen enkele notie heeft van de taak die hij moet uitvoeren. Dus, want je bent daar als deel van het wetgevend college. En je zou in
tegen die jij zou de regering moeten controleren. Maar als je nu opdrachten van de regering ontvangt, dan wil dat zeggen, of je hebt geen notie van wat je moet doen, of je hebt gewoon broodvrees. Je bent bang dat je bij de volgende verkiezing niet op de kandidatenlijst wordt geplaatst. Ja. Wij zijn niet in het parlement. Deze mensen hebben het altijd ook zo gedaan. Het is traditioneel zo dat de coalitie, laat ons even eerlijk zijn, de coalitie volgt gewoon wat de regering wil. En ook bij andere partijen niet. Alleen bij deze coalitie. Laat me dit meteen zeggen. Ik weet niet in hoeverre we gaan blijven. Uh-huh. In wat verkeerd gegaan is. En we zullen daardoor zaken verkeerd blijven doen. Maar ik heb mij voorgenomen, en dat kan ik alleen praten over mezelf. Ja. Ik heb een job aangenomen als parlementariër. Ik heb me beschikbaar gesteld. Die samenleving heeft vertrouwen in me gesteld om die job te doen. Ik ga me niet laten leiden door partijloyaliteit zonder rekening te houden indien het in lijn is met wat die samenleving wil. Okay. En wanneer die samenleving iets wil, dan is dat waarvoor je moet staan. En mijn houding nu als oppositielid zal nimmer, en jij bent hier, Hellings is hier, die samenleving hoort, en dat is wat we moeten doen. Je moet kunnen controleren. Die samenleving, en ik zeg het nu, die samenleving, indien ik weer gekozen word, en indien mijn partij deel uitmaakt van de coalitie, mag de samenleving erop rekenen dat mijn gedrag niet anders zal zijn. Ja, oké. Hellings, u bent politicus nu op dit moment. Kunt u dat ook zo hard stellen als je later in het parlement bent? Ieder kent mijn trekrekker. Hellings kleurt graag buiten de lijnen. Ik ben geen ja-knikker en ik laat me vooral niet meer korven. Ja. En als er iets is wat ik niet ga doen, dan is het iets verdedigen wat niet te verdedigen valt. En dit valt onder... op geen enkele manier valt dit te verdedigen. Met name dat van de muilkorfwetten. Het is slechts regelrecht in strijd met hoger recht. Dus er valt niets te verdedigen. Ja. En ik ben geen leeghoofd. Als ik ergens geplaatst word, dan is dat niet een stukje genoegdoening. Dankbaarheid. Voor loyaliteit. Nee. Ik wil altijd ergens zijn op basis van mijn capaciteit, op basis van mijn kennis en kunde. Oké. Iemand zegt hier, we praten over de koffer, maar niet over de inhoud. Ja, laten we over de inhoud praten. De inhoud, corruptie. Ja, laten we over de inhoud praten. Ik heb dat boek ook gelezen. En als je dat boek hebt gelezen, er zijn geen dingen in dat boek waarvan je kan stellen dat het niet op de waarheid berust. Zo. En het is ook een feit van algemene bekendheid dat de president Kasiko het beleid corruptie faciliteert. Toch, als je kijkt naar de benadering vanuit Amnesty International en je kijkt naar de verschijningsvormen van corruptie, dan is een van die verschijningsvormen het accommoderen van familieleden en vrienden met hoge politieke functies. En als, zoals meneer Jones het al even aangaat, als de president het klaarspeelt om de statuten van staatsolie te veranderen, enkel en alleen om de first lady daar te accommoderen. Als je kijkt dat de zoon van de president toch overnight wordt geplaatst bij de ambassade, maar ook dat de dochter van de president daar de dienst uitmaakt wanneer het gaat om zo'n communicatieteam. Ja, ja, ja. Toch? Dan valt er niets meer te zeggen. Er valt niks meer te zeggen. Ook bij de VP die zijn broer accommodeert. Ook dat zijn vormen van corruptie, nepotisme. De persoon zegt, waarom praten we over de koffer en niet zozeer de inhoud? Ja. Omdat als u je deurwaarde goed doorneemt, wordt de inhoud niet ter discussie gesteld. Ja. Enkel het wordt koffer, het plaatsen van die foto, het zonder enige toestemming van de president gebruik maken van zijn foto. En dat is die hele discussie. En als je dus maar het boek hebben we zo'n beetje gelezen. Nee, maar de belanghebbende, om het maar zo te noemen, de belanghebbende zou zijn het staatshoofd en de foto's die daarop worden. En de privépersoon. En privépersoon en het beleid en dergelijke. En dit is wat we moeten begrijpen. Die president ontkent niet datgene wat daar staat. Hij wil niet eens erover praten. Hij praat niet eens daarover. Hij stresst alleen dat zijn foto geplaatst is.
Dus die vraag is, is de president nou eens met de inhoud of heeft hij geen problemen met de inhoud of beseft hij uiteindelijk dat ze handelen die synchroon loopt met de inhoud niet langer kan, dus hij blijft er ver vanaf, ik weet het niet. Maar het gaat om de cover. En de cover is nu in de uitzending. Precies, het is leuk om te gaan, om even te anticiperen op wat de eventuele vordering bij de civiele rechter zou zijn. Zal het nou zijn dat die boeken uit de handel worden gehaald of dat die foto van de koffer wordt verwijderd? En als hij nou zijn gelijk kreeg, wat zal het dan worden? Moet dus dan die foto van die koffer of moet die boek uit de handel worden gehaald? Toch? En als je de zaak nog mooier wil benaderen, want de staat wordt er hier ook bijgehaald, dan zit je af te vragen, onder het internationaal recht, ga je een individu aanklagen of ga je een staat aanklagen? Wie zou je in dat geval moeten aanklagen? De staat Nederland? Ja. Dus. Kan je die koffer weer even zetten? Kan je die koffer weer even zetten? Het is heel spannend. Ik wil even iets checken hier. Het is een mooie materie. En op zich wordt het een hele mooie case worden. Ja, ja, ja. Maar kijk naar die koffer. Ja. Als je zo kijkt naar die koffer, zie je hier corruptie op het hoogste niveau. En dan zie je dus daar meneer Kirpalani, meneer Seudin, en dan zie je de president. Dit wat hier, ik denk dat de president moeite heeft met wat hier geschreven staat. Ja. Corruptie op het hoogste niveau. En dan zie je die man zijn foto als president van het land. Weet je, ik denk dat hij daarmee problemen heeft. Wanneer je wil praten over corruptie, praat je over corruptie in strafrechtelijke zin, want daar praten we specifiek over strafbare feiten, bestanddelen en elementen. Of praten we over corruptie in het dagelijks spraakgebruik? Want corruptie in het dagelijks spraakgebruik is gewoon synoniem voor bederf. Oké. Toch? Dus het is maar hoe je het wil benaderen. Dus zo gemakkelijk kom je er niet vanaf, hoor. Weet u, er is één verkooppunt in Suriname. Toch een verkooppunt in dit geval is FACO. Mm-hmm. Ik ben benieuwd wat FACO gaat doen, maar dat laat ik voor FACO. Maar wat doe je dan met die online versies? Die vanuit een land, en in dit geval Nederland, want je moet eigenlijk kijken wie de uitgever is, mm-hmm, en in welk land het wordt uitgegeven en wat de rechtsregels al daar zijn. Want als het in Nederland wordt uitgegeven, en het is in Nederland uitgegeven, bet your life dat het niet uit de handel gaat. Het gaat uit de handel. Maar hij moet ook in Nederland iets doen, hè? Maar het mooie ervan is, kijk, als je nu, want je gaat een deurwaarders-exploit betekenen, dan zit je af te vragen. Dan gaan we nu praten over de jurisdictie. Welke rechter is bevoegd? Is het de Nederlandse rechter of is het de Surinaamse rechter die bevoegd is om kennis te nemen van de zaak. Tenzij je zegt dat hij een Nederlandse advocaat in de arm neemt en ook in Nederland. Maar FACO is in Suriname, dus ik neem aan dat het in Suriname wordt. Nee, maar de persoon heeft... Het gaat bij FACO niet om de persoon, hè? Het gaat bij FACO om de rechtspersoon, dat snap ik. Maar er is ook gesuggereerd dat de auteur ook een dagvaarding tegemoet zou mogen zien. Dus dat kan. Ja. Dat kan. Alleen is de vraag hoe succesvol zal dat zijn. Ja, precies. Maar dat zullen we moeten kijken. U kunt met ons bellen, want we gaan zo naar een ander onderwerp. Maar als u een vraag hebt ten aanzien van wat de heren gezegd hebben in deze uitzending over dit specifiek onderwerp, dan kunt u bellen met ons. Ik denk dat de telefoon al in orde is. Je kan bellen op het nummer 855-5507. Dus 8-4-5-0-7. En dan kunt u dus dan bellen. En er is iemand aan de lijn. Laat ons kijken wie de persoon is. En dan kunnen we dus dan verder met de uitzending. Goeiedag. Doe maar. Hallo, goeiedag met de studio. Dag, Gerald. Ik hoor iemand niet hier. Ik hoor het bij jou maar. Maar wat, hoor, meneer Hikmaat. Wat ik wilde zeggen. Wat mij opvalt, dat beide heren vrij vreemd begonnen en later in het gesprek een draai maken. Maar ik wil eigenlijk aan het begin van hun opmerking. Even hoor, meneer Hikmaat. We horen u niet hier. Ik probeer de technicus even te vragen om die boxen hier. Wat zei je?
Oké, hij heeft weer me gebeld. Laat ons even checken. Kan je die box in de studio hier checken, Danny? Ja, u was weggevallen. Hoort u mij nu? Maar. Ik hoor jullie niet. Shit. Hoor je ons? Hoor je me nu? Ik hoor je wel, ja. Ja, oké, bom. Nou, ik ga opnieuw beginnen. Wat mij opviel is dat beide heren vrij vreemd begonnen met hun betoog. En ze, om te beginnen laat ik bij Evo Jones zei het heel duidelijker. En Hellings zei ik vind ook hetzelfde. En dat vind ik heel raar. Wat zegt Evo Jones? Evo Jones zegt, ja, het gaat over het land en de autoriteit president. Maar als je kijkt naar wat daar staat, corruptie op hoog niveau, zaken doen in Suriname. Daar is geen enkele belediging aan het adres van Suriname. Dus doe niet zo vals nationalistisch. En daar is ook geen enkele belediging naar de president toe. Ik vind, als jullie werkelijk zo nationalistisch en zo, zulke lange tenen hebben over jullie land. Ja, ik zeg het zo, want nu lijkt het alsof mijn Suriname. Dan zeg ik, sta op, ga in het parlement herrie maken, want er is corruptie. En er is toch niks mis mee dat iemand erover geschreven heeft. Later in dit gesprek zeggen jullie, ja, laten we naar de inhoud gaan. Dus als de inhoud zegt, er is corruptie tot op alle niveaus, waarom die lange tijd nou voor jullie land? Ik zeg jullie land, ik ben ook Surinamer, geboren Surinamer, maar nu even omdat jullie dat zo onderscheid maken. Het wordt tijd dat jullie gewoon begrijpen dat als het allemaal zo verdorven is, dan wordt er over gezegd en geschreven. Het doet pijn, maar accepteer hem of verander hem. Want het is niet zo dat mensen zomaar lol hebben om Suriname te bekladden. Jullie zeggen zelf dat de president geen enkel moment zegt over de inhoud. Dat gaat hij waarschijnlijk ook niet zeggen. Dus het feit, de houding die jullie nemen, helpt ook dat het allemaal niet verandert. Later in het gesprek geven jullie een draai, maar het valt mij op dat niet alleen jullie, ook anderen, ook Joe Nipte neemt het op voor Siew Charan, en Siew Charan vindt het ook eigenlijk, ja, mijn land, Amohola mijn land. Want als jullie werkelijk dat vinden, dan hadden jullie eerder moeten optreden. Diezelfde president heeft jullie land erop los bezoedeld. Hij heeft toch gelogen tegen de Guyanese over die 150 vergunningen, hè? En Bharat Jagdeel heeft een Suriname door het slijt gehaald. Jullie land. En wie heeft eigenlijk de president de vuur aan de schenen gelegd? Dus mijn punt is, niet zulke lange tenen hebben. En mijn punt is vooral, dus niet zulke lange tenen hebben. B, je diep schamen, want het is werkelijk zo. En C, vooral optreden eigenlijk. Vooral met z'n allen optreden. En niet bij alleen maar bij statements laten. Want daarna zeg ik ja. Wat heeft meneer Van den Berg dan verkeerd gezegd? En tenslotte zeg ik, ik ben benieuwd. Dit wordt een mooie case, want ik kan zeggen in Nederland, ik ben geen jurist, maar in Nederland gaat hij baksel halen en dat boek blijft hier verkopen. Want er staat, hij moet eerst aantonen wat in dat boek verkeerd staat. Voor de rest wens ik jullie heel veel plezier en succes. Dag. Dankjewel, meneer Rikman. Ja, dus ik denk dat meneer Rikman ons totaal verkeerd begrepen. Helemaal niet heeft begrepen. Hij heeft ons helemaal niet begrepen. Hoe waarschijnlijk is zijn haast om te reageren? Ik zal het maar zo zeggen. We volgen zijn manier van schrijven en zijn manier van zich uiten. Lekker scherp. Maar ik denk dat meneer Hekmat ons helemaal verkeerd heeft begrepen. Wat wij juist zeggen is dat je twee gedeelten, althans je moet dat ding bekijken vanuit twee invalshoeken. Die kleinzieligheid en kijken vanuit Suriname wat wellicht enige houvast zou kunnen hebben. En meneer Hikmat heeft zijn standpunt en daar gaan we niet op. In ieder geval, we respecteren dat. Maar hij moet ook respecteren dat wij vanuit Suriname zaken anders bekijken. En wanneer ik dat zeg, zeggen wij niet dat wij de president in bescherming nemen. Maar we zeggen wel, het is wel jammer dat ons land weer in zo wordt neergezet. En we hebben ook gezegd, althans ik heb ook gezegd, wij weten dat corruptie er is. En we hebben ook de gevallen opgenoemd waarbij die wereld ook kan zien dat er sprake is van corruptie. Dus nothing wrong. Dus ik hoop dat ik daarmee meneer Hikmat een beetje houvast geef
in een vervolgreactie te reageren op basis van context waarbinnen wij dingen hebben gezegd. Ja, natuurlijk wil ik er wat van zeggen. Het mooie ervan is dat meneer Hekman dus in ieder geval heeft aangegeven dat hij geen jurist heeft. Ik zou willen zeggen dat hij geen affiniteit heeft met het recht. Want als je kijkt naar wat wij beiden hier hebben geschetst, ja, en dat is kenmerkend voor het benaderen van elk juridisch vraagstuk, is dat je aangeeft wat de norm is. Dus in dit geval een schending van de eer van de president of schending van de eer van de staat. En daarnaast hebben we aangehaald met feiten en argumenten of de president überhaupt een beroep kan doen op die norm of niet. En dat hebben we precies uitgelegd. En als meneer Hekman het anders wil verstaan, nou, dan is het voor rekening van meneer Hekman. Maar ik zie niet in wat hem heeft gedreven om die conclusie te trekken dat we hier zitten te springen voor de president of dat we vals nationalisme zouden propageren. Het is in ieder geval niet waar. We hebben gewoon simpel aangegeven. Kijk, dit is onder normale omstandigheden de norm. Er zijn twee rechten die tegenover elkaar staan. En dat kan je bij de onafhankelijke rechter toetsen. En we zullen dus voor dit geval kijken of een analyse proberen te maken in hoeverre de president het gelijk aan zijn zijde heeft. Oké. Okay. Ja, doe maar. Nee, nog niet nog? Oké, okay, als we iemand hebben, dan laat je me even weten. Maar er komen ook apps naar binnen over dit onderwerp. Er is iemand aan de lijn. Laat die persoon even binnen. Dan gaan we verder. Bij de studio van DTV, goeiedag. Bekende stem. Ja, DTV. Ja, zeg het maar. Tot Oostborg, ik groet het weer daar in de studio. Hm. Ik wil ze even vragen om te kijken naar de Oosterswet van 1913. In het bijzonder artikel 19. Ik heb die wet voor jou gestuurd. Misschien dat je even er aandacht aan kan besteden. Hm. En kijken naar artikel 19. Okay. Ik denk dus dat de heer Santok die daarvan gebruik heeft gemaakt. En niet de Melkorfwet. Artikel 19, hoor? Artikel 19 van de auteurswet van 1913. Ja, ik ben ook tegelijk in herinnering. Mm-hmm. De kwestie van staatszuur, toch? U weet dat van de heer Primer Amlal. Mm-hmm. Ja, ja. Dus kijk even, die wet van 1913, auteursrecht, ik heb het voor jullie gestuurd, artikel 19. Als inbreuk op het auteursrecht op een portret wordt niet beschouwd, de veelvoudiging daarvan door of ten behoeve van de geportretteerde of na diens overlijden zijn nabestaanden. Ja, je moet het echt gaan lezen, goed gaan lezen. Maar goed, we gaan het doornemen, meneer Oostburg. Het staat... Wat staat er? Het staat als inbreuk op het auteursrecht, op een portret, wordt niet beschouwd de veelvoudiging daarvan door of ten behoeve van de geportretteerde of na diens overleden zijn nabestaande. Wat houdt hij eruit? Wat daar per definitie staat, is dat als er een portret is gemaakt, als het wordt vermenigvuldigd, dat nog niet betekent dat er sprake is van inbreuk op. Oh. Ja, en dat inbreuk op veel breder moet zijn. Als je kijkt naar de deurwaarders waarin die sommatie is vervat, dan is die zich beperkt tot het schenden van fundamentele zonder, rechten. Ja, zonder toestemming. Ja. Ja. En dat is wat. En dat maakt het een beetje lastig. Hellings heeft affiniteiten met het recht, dus hij snapt het enigszins. Ik snap er niets van. Maar waar het om gaat is. Je deurwaarde explode moet je zien als de basis van wat verder zal gebeuren. Ja. En wat wij hebben proberen te doen is ons slechts te beperken tot dat gedeelte. Alle andere dingen eromheen kan je, maar je moet je beperken dat. En ook al zou die wet van, zoals meneer Oostburg dat aangeeft en ik begrijp hem, maar wat we niet moeten begrijpen, wat we niet moeten vergeten, is dat er rechtsbronnen zijn en er zijn een bepaalde hiërarchie daaromtrent. Mm-hmm. En we weten dat internationale verdragen daarbovenop staan. Ja. En die internationale verdragen hebben correcties gebracht op bestaande wetgeving, doordat wij zelf partij zijn geworden bij die verdragen. En wanneer die verdragen je een zekere juridische speelruimte geeft,
dan weet ik niet waarom je daar verantwoordelijk voor gesteld moet worden vanuit het virus. Ook al als je kijkt naar artikel 105 in samenhang met artikel 106 van onze grondwet, dus die geeft duidelijk aan dat verdragsbepalingen die ieder verbinden van aard zijn, rechtstreeks doorwerken in een Surinaamse wet. En in geval van een tegenstelling, dan wordt die Surinaamse, moet die Surinaamse wetgeving die strijdig is met die internationale bepalingen buiten beschouwing worden gelaten. Laat me toch wat apps lezen, want ik heb een vraag. Misschien kunnen jullie straks daarop ingaan. Eerlijk, ik snap ergens de president met zijn bezwaar. De titel is ongepast. We moeten politieke tegenstand aan de kant zetten. Welke politieke tegenstand? I don't know. We moeten de case nationaal benaderen. In dit geval kunnen we HPSG niet meeslepen. Het is een individuele case. Ik vind persoonlijk dat de koffer ongepast is, zegt de eerste persoon. Dat mag. Wij zijn van mening dat de koffer niet ongepast is. En al helemaal als je kijkt naar de inhoud van datgene wat er geschreven staat. Er wordt iemand vanuit zijn eigen situatie die beschrijft dus hoe het zaken doen in Suriname geschiet. En dat je voor een heleboel obstakels komt te staan. En die zaken heeft men dus onder één noemer samengevat als te zijn corruptie. En daar praten we in dit geval niet over strafrechtelijke corruptie. We praten over die corruptie in algemeen spraakgebruik, zoals ik had aangegeven. Bederf. En dat is het systematisch opwerpen van obstakels, maar ook mensen dwingen om bepaalde favors te doen voordat ze voet aan wal kunnen krijgen met hun zaak. En het toeval wil dat een ander het beleid van de huidige president geschiet. En de president die is publieke figuur, dus met al je nationalistische trekken, leg dat je zo aan de dijk. Ja. En je moet sowieso teruggaan naar cases als HPSG, omdat die ook dus duidelijk de symptomen bevatten van corruptie. Dus als ik nu zou opstaan en mijn ervaring in de Nationale Assemblée, waarbij we alle misstappen van die regering vaak genoeg in DNA hebben kenbaar gemaakt, als ik die ervaring zou neerpennen en uitgeven, en ik daar de foto van regeringsleider of de regeringleider met minister zou plaatsen, zou dat onwaarheid zijn? Maar moet je geen toestemming vragen? Nee, maar waarom, wat voor toestemming heb ik nodig? Om een foto van de president. Wat voor toestemming heb ik nodig om mijn ervaring neer te pennen? Dat is één. Maar wat voor toestemming heb ik nodig om een foto waarvan wij allen weten dat het overal te vinden is. Het is publiek geheim. Het is een publiek foto. Ja, maar die koppeling die je maakt met je boek. En daar komt het juist. Wanneer de ware tijd een foto schiet van de president om het te publiceren en zodoende hun krant te laten verkopen en advertentie op te nemen waaruit ze verdienen, hebben ze daarvan toestemming nodig van de president? Nee. Ja. Ja, laat me verder gaan. Iemand zegt hier, laat Joe zich niet meer druk maken over de waarheid dan over... Nee, laat Joe zich meer druk maken over de waarheid dan over bekladding Suriname. Maar dat heb ik ook gezegd, toch? Ja, maar dat zeg ik dan. Joe heeft een stuk ingeleid en heeft aangegeven wat onder normale omstandigheden de norm is. En omdat het niet gaat om Jantje Modaal, maar om de president, dan zit je af te vragen, kan de president zich überhaupt gaan beroepen op schending van privacy, omdat het gaat om een publieke figuur? Dat is de hele integrale benadering. Maar ik kijk dat ding een beetje politiek. Ik bekijk dat ding een beetje politiek. Dan zie je dat we nu in een verkiezingsjaar, zou je kunnen zeggen. We zijn in een verkiezingsjaar. Dus bepaalde slag in een wat kiezen. En dan begrijp ik, als ik dat ding zo bekijk, dan begrijp ik wel waarom de president zegt van maar de koppel met een corruptie, wat verkiezen, kon je broeien. Weet je, ik kan het ook zo bekijken. Als de president slim was, had hij zijn mond dicht gehouden. Ja, precies. Want juist omdat hij op een emofo... Je ziet wat het effect is dan dat heel ding. Dat ding is viraal gegaan.
toch onder normale omstandigheden, even dagvaarden, even mij aan die deurwaarders explode nog weer komen. Oh man, dat is niet zo dat ik heb geprobeerd. Dit kleine vlammetje was binnen 1 of 2, 3 dagen was het uitgedoofd. Ik wist niet eens dat het boek bestond, hè? En die president heeft als nadeel dat hij. Nou, juist niet. Hij heeft dat publiek opinie niet voor zich. Ja. Well, dat is het juist al. En hij heeft het alleen maar erger gemaakt met deze actie. Hij en als je daarna. Op dit moment, en als je daarnaast nog. De ware tijd wil aanschrijven. Maar ook nog over. Tegen journalisten zegt van dat zelfs het praten over het boek ja. strafbaar is. Ja. Dat is toch een brug te ver. Dus wij zijn blijkbaar nu op dit ogenblik strafbaar. Dus wat de president doet, ja, is. Nou. Hij gooit zijn eigen ruimte in. Ja, ja. Toch zijn eigen politieke ruimte. Moeten we dit als afleiding zien van de situatie in het land, de andere situaties in het land? Moeten we dit als een afleiding zien? Nou, of is dit echt iets dat gebeurt? Zie het niet als een afleiding. Zie het als... kijk, en daarom zeg ik, enigszins kan ik begrijpen. Want wat wij hebben gedaan, deze corruptieve handelingen van deze regering en van de regering van Suriname, hebben wij als, althans een deel van de Nationale Assemblée, hebben we vaak genoeg aan de kaak willen stellen in DNA. Ja. En daar krijg je geen gehoor van die regering. Die regering is Oost-Indisch doof. Die regering is Tiki Brokinde, Yesidene Arki. Ze gaan gewoon vrolijk verder. En wij hebben juist gezegd, en een van mijn uitgangspunten is altijd, wij zijn daar namens die samenleving. Als wij schreeuwen en de regering niet luistert, moet die samenleving nu opstaan en ons ondersteunen. Dat kan je doen door middel van acties. We kennen die acties van Organic Movement en noem maar op. Maar je zou het ook kunnen doen door een simpele publicatie ja. van jouw ervaring. Dus eigenlijk moeten wij dit ook zien als DNA-leden die dit vaker aan de kaak gesteld heeft. Moeten we een dergelijke actie van meneer Van den Berg zien als een soort van ondersteuning naar datgene wat wij altijd hebben gezegd, maar dan vanuit een persoonlijke ervaring. Maar ik kijk ook naar Gerard hoor, want Gerard had ook een probleem met Kirpalani en Doxer Club en al die zaken. Dus het kan ook een persoonlijke move zijn van die man, specifiek op deze heren. Ja, dat kan. Bekijken jullie dat ook? Maar dat is voor mij niet relevant. Waarom niet? Nee, omdat dat niet de grondslag is voor van die deurwaarders, dat deurwaarders exploten. Mm-hmm. Dus wat zijn motieven zullen zijn, oké, dat is voor mij op dit moment minder belangrijk. Belangrijk is voor mij, zijn er überhaupt rechten van die functionaris geschonden? En vooralsnog vermag ik niet in te zien dat de rechten van die functionaris zijn geschonden. Het kan zijn dat de rechter een andere mening is toegedaan en als de rechter dat beslist, nou, dan wordt dat boek uit de publicatie gehaald, maar tot dat moment gaan we door gewoon. Maar wat voor zin heeft. Moet dat boek gewoon in de publicatie. Maar wat voor zin, want iedereen ook, heeft dat boek zo. Precies, maar ook al zou het een persoonlijke vete zijn tussen meneer Van den Berg en meneer Kepelani, ook al zou dat het geval zijn en ook al zou dat zijn beweegreden zijn om nu de publiciteit in te gaan. Het punt is, dat wat hij heeft neergepend en de manier hoe je zaken doet in Suriname, if you know paimoni onder tafra, if you know doodies en dergelijke. Dat zijn geen Lugels. Fabeltjes. Ja. Dat heeft geen enkele. Precies, het zijn feiten die wij allemaal kennen, weten en over praten. En er is iemand die zegt, ik ga meer pennen. Dus daarom zeg ik, het is. Je kan ditgeen wat er nu gebeurt op verschillende manieren benaderen. Ja. Dat hangt er vanaf. Welke manier je op dat moment kiest om te belichten. Oké. Maar goed, we zijn hier live nog altijd met interactief. Dit onderwerp hebben wij dus dan besproken, ja. behandeld. Nu gaan we naar een ander onderwerp. We hebben nog 20 tot 25 minuten in deze aflevering. Maar we willen toch wel praten over gronduitgifte door deze regering. We weten al vanaf het begin van de zittingsperiode van deze regering, Ishitaki Bruya Ede Nangakrom. Vanaf het begin. Want het begon ook nog met meneer Leo, nog kan ik me heugen in Albina, president Albina, heer Djugu, weet je. Amago graven, weet je. Allerlei dingen. Maar we zien nog veel meer gebeuren, vooral met grondconversie. Want dat is maar wat te grono om heel wat dingen te doen. Je vraagt je af, hoe rechtvaardig zijn die moves van de regering in het parlement?
hebben parlementariërs heel wat uit de doeken gedaan. Meneer Permisser heeft heel wat stukken laten, tenminste, is het een bereidsverklaring dat in het parlement behandeld is geworden? Een bereidsverklaring waar zoveel gronden, heel veel gronden, de Mangi of de Mawangi. Hoe kijken jullie tegen die zaak aan? Hoe is het trots gegaan in het parlement? Het gronduitgiftebeleid is een hoofdpijn. Het is een hoofdpijn van zo heb je me niet. Mm-hmm. En als er iemand is die daar tegenaan schopt, ben ik het. En als we kijken wat in Nigeria gebeurt, is het onbeschoft wat er daar gebeurt. En ik heb het al te vaak aan de minister doorgegeven, maar er wordt niet opgetreden. Dus dat betekent dat hoe aardig die minister misschien is, als de minister niet optreedt, dan is ze mede verantwoordelijk voor alles wat verkeerd gaat. En we gaan Nigeria als voorbeeld nemen, want in Nigeria heb je een kantoor van GBB op zich. Ja. Die geeft maar grond uit, trekt in, wallo tjoetja. Maar wat wil je man daar bij? Die al bijna 3 jaar daar zit. Dus 2,5, 3 jaar, dus ik weet niet als je nieuw moet zeggen. Ja. Maar juist dan is het erger geworden. Dus mensen worden die eerder hadden aangevraagd, worden nu gevraagd om opnieuw aan te vragen. Hetzelfde perceel opnieuw aan te vragen om vervolgens te horen van hey, we hebben gezien dat jij pas in 2023 hebt aangevraagd en iemand die in 2021 aangevraagd. Dus die persoon krijgt het, terwijl de persoon die in 2023 opnieuw moest aanvragen, sinds in 1990 had aangevraagd. Wow. Dus dat naar de tjoetjes heeft ze. En dan de president komt op zijn beurt en dan zet hij op het commissariaat een kantoor van het kabinet handelende over grondzaken op. Dus in klein district Nikeri heb je 2 instanties. Letterlijk vecht de ABOP voor grond en de VAP vecht voor grond. Dus ze bevechten elkaar, waardoor het soms zo heftig aan toe gaat dat iemand grond hier heeft aangevraagd, iemand grond daar heeft aangevraagd en ze bijten elkaar. Dus je begrijpt het, Antjukutjuku. Maar deze regering schijnt een ongeneeslijke drang te hebben om grond van die samenleving te roven. Mm-hmm. En wanneer ik dat zeg, kunnen we het allemaal onderbouwen. Ik bedoel, even Aswam Chimanota Poku met betrekking tot grondbeleid gaat je zeggen dat het alleen grondroof is. En wanneer we kijken naar die move met betrekking tot grondconversie, via staatsbesluit, en wat wel mag hoor vanuit de decreet, gronduitgifte mag het, maar dat is niet het punt. Het punt is onbehoorlijk bestuur, want er is een wetgeving, een conceptwetgeving ingediend en in behandeling in DNA. Mm-hmm. En wanneer je dat weet en omdat je zin niet kan krijgen, dan verlaat je dat pad. Ja. En dan ga je grijpen aan die mogelijkheid binnen je decreet. Want het recht is interessant. Want ik kan me nog heugen toen ik studeerde aan mijn vervolgstudie deed aan de Universiteit in Utrecht. Ben ik daar tot de ontdekking gekomen dat in Nederland bij wijze van spreken, ongeacht je al wetgeving nu hebt, stel je voor je hebt, ik noem maar wat hoor, die stal, daarop staat 20 jaar. Maar er is een wet in behandeling, nog niet goedgekeurd, maar in behandeling waarbij je maximale straf voor die stal terug zou worden gebracht naar 15 jaar. Dan ga je zien dat in die nieuwe benadering die rechter erop anticipeert waar die wetgeving naartoe wil gaan. En dat is behoorlijk bestuur. Dat is behoorlijk bestuur. Dus jij zou juist moeten verwachten dat die president vanuit het principe van behoorlijk bestuur zou moeten anticiperen op datgene wat in behandeling is, waar die wetgever naartoe wil. Maar zoals het nu gebeurt, dan lijkt het alsof de president zegt voor zijn wet kon dat af. Maar begin praten. Oké, hoe heb je tegenaan gekeken? Met Fuga voor Ayer grondbeleid, dat denk ik is al jaren een janboel. Mm-hmm. En er schijnt op welke manier dan ook geen ordening in te komen. En er schijnt gods onmogelijk te zijn om buiten politieke lijnen om aan een stukje grond te komen. Ik breng je daarbij in herinnering dat het dezezelfde president is die had gezegd van
Het gaat wettelijk worden vastgelegd dat ieder recht heeft op een stukje grond. En als je het niet kreeg, dan mag je de staat voor het gerecht dagen. En dan zie je dat het nu andersom is. Politieke bonzen of rechtspersonen, natuurlijke personen die verweven zijn met politici, die kunnen op een heel makkelijke manier aan grond komen. Maar voor de kleine burger schijnt het bij God waar onmogelijk te zijn om aan een stukje grond te komen. Dat hele grondbeleid die moet op een schopstoel. En als je mij vraagt totdat het behoorlijk is geregeld, niets uitgeven. Moet er gewoon niks uit worden gegeven. En dan helemaal met die kwestie van die grondrechten van de inheemse en tribale volkeren. Moet er daadwerkelijk niks. We moeten weten welke bestemming we willen geven aan onze grond. Of als we zeggen dat we het hele land in de uitverkoop willen doen. Ja, maar het lijkt alsof die mensen... Zelfs ben ik er geen voorstander van dat... Grond in eigendom. De grond moet altijd van de landheer blijven. De grond moet van de staat blijven. En dat zie je ook in Nederland. Dus in Nederland word je nooit eigendom van een stuk grond. En indien je eigenaar wordt, is dat bijna onmogelijk. Maar laat me dit toch zeggen. Ik hoor, en tijdens die begrotingsbehandeling zegt de president en de ministers en dergelijke, we hebben intussen met grondconversie hebben we intussen 4 miljoen SRD opgehaald. En ik was like, 4 miljoen SRD voor hoe? Voor grond, hoe? Dus ik zeg, en die samenleving wil het ook, als je je grondhuur verhoogt... Is 100.000 euro. Precies. Als je je grondhuur... daarvoor op de borst. Precies. Als je grondhuur verhoogt, als je grondhuur verhoogt per jaar... En het is substantieel verhoogd. Niet substantieel, ook al zou je het willen brengen. Maar ook al zou je gek willen doen en zeggen we brengen het naar 250 SRD per jaar. Per jaar, 250 SRD per jaar. Verdien je veel meer dan wat ze nu verdienen. En niet alleen veel meer, je verdient veel meer, maar elk jaar... Tot aan, dat is die regering gegarandeerd van een vaste inkomen elk jaar. Dat is visionair denken. Dat is creatief denken. Maar wanneer je ervoor kiest om gronden gratis weg te geven op Rieberg, met de bedoeling voor, althans grond op Rieberg wordt gereserveerd voor woningbouw, en die regering kiest ervoor om dat gedeelte niet te gebruiken, maar te kopen in dezelfde omgeving van bijna 4 miljoen US dollar of tussen 2 en 3 miljoen US dollar te kopen voor hetzelfde doeleinde waarvoor er al grond is gereserveerd, dan snap je wel dat er sprake mensen is. Mensen moeten geaccommodeerd worden. En mensen moeten verdienen. De vraag is waar gaat dat geld naartoe? Ja. Los daarvan, als je het bedrag dat je moet betalen aan grondhuur. Dit is substantieel te verhogen, zoals ik zei. Ook als we het met 1, 2 of 3 SRD verkopen. Verhogen. En je kijkt naar die bedragen, ga je daarmee ook voorkomen dat mensen allal dol grond aanvragen om daarmee te gaan speculeren. Ja. Mm-hmm. Want als je die grond niet in cultuur brengt, allalees in alle jaren in paai grond, zou je op den duur wel zien dat het onmoedig zal worden. Ja, inderdaad. Maar het beleid blijft natuurlijk zo, omdat maar mensen vergeet er voordeel niet, aan hebben. Vergeet één ding niet, hè. Het ministerie van GWB is ontstaan uit een nieuw frontregering. Ja, de PL. En ja, toch? En de bedoeling is juist om te accommoderen. Het is niet gebeurd op basis van een visie. En we weten wat PL daar allemaal gedaan heeft. Stichting Dikking. Toch? Mm-hmm. En nu is PL... partner, boezemvriend van ABOP, waar ABOP beheert het ministerie. Dus u snapt wel, maar los daarvan, als je kijkt, bijvoorbeeld grondconversie, wie die voorzitter daarvan is, van de commissie, dat is de heer Jogi. De heer Jogi, very, very heer Jogi, die moet gaan over grondconversie. Waarom zou je niet mogen? Serieus, wanneer het om grondzaken gaat, heeft hij toch een heel discutabele reputatie op basis van... Waarschijnlijk heeft hij veel meer ervaring op dat gebied. Het gaat niet daarom. Meneer Jogi die maakt gebruik van zijn positie als parlementariër. Dus we moeten... Ja, dat is via zijn lenen. Precies. En ook al zou je alle... En daar gaat het nou precies om. Mm-hmm. Al zou je 1000 aanvragen hebben, alle aanvragen conform de letter van de wet... afhandelen.
daar nog komen die beginselen van behoorlijk bestuur. En daar nog komt nog bij kijken dat er los van jou nog bijna 600.000 Surinamers zijn die ook recht hebben op een stuk grond. En aanvullen daarop, niet alleen letter en behoorlijk bestuur, maar de geest van de wet. Waarom hebben wij als samenleving gezegd, dit willen we doen met ons grondgebied? Waarom? Omdat we een bepaalde doel willen nastreven, hebben we het in een wet vervat. Dat is die geest. Mm-hmm. En wanneer je kijkt wat er nu gebeurt, is het echt in strijd met de geest van de wet. Want de geest van de wet is nooit bedoeld geweest om te speculeren en mensen maar rijk te willen. Snap je? Dat is niet de geest van die wet. Tegelijkertijd moeten we aangeven dat we gaan geen mietjes zijn. Het is regering op regering op regering. En de ene erger dan de andere. Maar wat er nu gebeurt, is ongekend. Ongekend dat die president praat over die ontwikkeling die in Nigeria moet plaatsvinden. Vanuit de offshore en dergelijke, oliefonds en dergelijke. En hij zegt dat die luchthaven van Nigeria een belangrijke hub zal worden, of een internationale luchthaven, we zullen het uitbreiden. En precies daar krijgen partijloyalisten gronden. Wat betekent dat? Dat betekent wanneer die overheid haar plannen wil gaan uitvoeren. Ja, die gaan weer moeten afkopen. En hoeveel denk je dat men het gaat doen? Dus je krijgt het gratis bewust, omdat op basis van voorkennis vraag je het aan, want je weet dat straks daar een ontwikkeling zal plaatsvinden. En dan ging het uit. Maar, en dan zegt die minister... Tegen het tienvoudige terug. Precies. En dan zegt die minister... En wanneer je verantwoording vraagt in DNA, zegt die minister... Ja, maar dat stukje grond hebben wij ter beschikking gesteld voor LVV. En LVV heeft goedkeuring gegeven om het te versterken. Amigado. LVV is een ministerie binnen die overheid. Is een onderdeel van die overheid. Dat grote plaatje is die overheid. En wanneer die overheid zegt dat we dit willen doen... Zelfs LVV moet begrijpen... dat ze dat niet kunnen doen. En die minister kan zich niet verschuilen onder een toestemming gegeven door LVV. Ja, de staat is één aandeel. Precies. En wanneer je bewust, deze regering heeft bewust een ministerie van Romp in het leven geroepen. Een ministerie van Romp is juist bedoeld om die samenleving te ordenen. Ruimtelijke ordening. Dat betekent dat vanuit Romp een bepaald beleid moet zijn waarbij wordt vastgesteld... Dit gedeelte van het land gaan we gebruiken voor agrarische doeleinden. Dat betekent dat we het niet weggeven voor woningbouw. Mm-hmm. Dit gedeelte kunnen we woningbouw, dit gedeelte zijn voor de inheemse en dergelijke. Zolang die ordening niet in place gebracht wordt, vind ik dat je geen gronden meer moet uitgeven. Lopende zaken zou je nog kunnen zeggen, maar weet je wat, laten we proberen zoveel mogelijk af te handelen, maar je moet geen nieuwe gaan. Ja, maar dat wekt wat bezorgdheid bij mij. Hè? Want ik zeg van... als we nu luisteren naar die zaken die gebeuren, en je staat aan die tang in gebeuren, maar niemand kan het stuiten, men gaat gewoon door. Niemand, stop die man. En dat is precies het punt, dat het volk staat heel onmachtig tegen wat er allemaal gebeurt, terwijl wij, die mensen volk, daar plaatsen. Het volk beseft niet wat hun kracht is. Het volk is ook danig geïntimideerd geworden. En dan heb ik het weer over het uitoefenen van die fundamentele rechten. Want terwijl de president zijn mond vol heeft over de beleving van die fundamentele rechten, worden door de staat dus diezelfde fundamentele rechten met de voeten betreden. En dan heb ik het in dit specifiek geval. Dat mensen worden geïntimideerd om een vergunning aan te vragen om te gaan protesteren. Terwijl de doctrine van de OS duidelijk aangeeft en dat het hebben van een voorafgaande toestemming van de autoriteiten niet in lijn is met het OS-beleid en dat die specifieke bepalingen niet in de nationale wetgeving opgenomen mogen worden. Dat zijn geen dingen die ik heb geschreven. Ja. De internationale of de Amerikaanse dingen, Mensenrechtencommissie, heeft dat duidelijk aangegeven. Hoe dat recht geïnterpreteerd moet worden. En dat zit je af te vragen. Onze minister van Buitenlandse Zaken, die was daar als assistent secretaris-generaal. Wist hij dat niet? Wat deed hij daar? Was hij daar bezig om als hovenier op te treden? Of was hij daar als belangrijke figuur binnen die organisatie? Die publicaties van de OAS, die zijn openbaar.
toch? Weet de minister dat niet? Dat je mensen komt onderdrukken om een recht of een vergunning aan te vragen voordat je mag protesteren. En wanneer mensen zich daaraan niet houden, dan worden mensen dus opgepakt als zodanig. Ja, en worden demonstraties uiteengeslagen. Ja, maar zelfs als we dat van de OAS zouden doen als we het niet begrepen. We mikkelijk hoe iedereen is domboen, we begrijpen het. Zelfs als we dat niet zouden begrijpen, zouden wij tenminste ervan uit mogen gaan dat wanneer iemand die zich bereid verklaart om leiding te geven aan het land, als hij A zegt, is het A. En dat hij niet morgen B gaat zeggen. Want het is dezezelfde regering die in tijden van regering Boutersen, diezelfde president, die ten tijde van regering Boutersen er gezegd heeft dat niemand een vergunning zal aanvragen en niemand een vergunning nodig heeft. Ja. En überhaupt, en nu ga jij zitten. En precies, dus deze regering is echt serieus. Ze zitten vol visionaire leugenaars. Mensen die liegen over zaken waar er niet over gelogen hoeft te worden. Ja. En toch doen ze het. Dus dat maakt al, en dat geeft die samenleving al een soort van naar gevoel. Maar ik denk dat die samenleving toch wel, een samenleving is nou een aparte samenleving. Ik denk dat die samenleving zit en denkt van, wacht, joh, sabadoan, ja, je dadelijk. Nee, maar wacht, niet eerlijk, even eerlijk. Ik ben helemaal moppen naar een Lisa, niet, joh. Nee, even eerlijk. Ik vraag me af. Dus vanaf het begin. Je stakkie. Allee. Dit is een medisch onverklaren. Hoe? Pathologisch. Maar hoe is het begonnen? Waar denk je dat het begonnen is? Dus als je pathologisch zegt. Het heeft begonnen bij dat van de president toen hij zei dat hij Suriname binnen 200 dagen. Precies. Dat is je grootste leugen. Maar ik wil zelf verder gaan. Het is een grote leugen. Alles wat ze hebben gezegd om te komen waar ze moeten komen. Maar weet u, Helling zegt terecht pathologische leugenaar. Maar dan heb je een medische verklaring gegeven. Waardoor je het nog een beetje kan afbakenen. Maar ik zeg, een manier van liegen is zo ver dat het zelfs medisch onverklaarbaar is. Waarom men denkt dat men zoveel kan liegen? Eigenlijk, Dus agressie is kleurloos. Toch de allemaal shit kleurloos. En toch gaan ze zeggen dat het oranje is. Oranje, ja. Eigenlijk deze manier van liegen verdient gewoon een Oscar. Ik moet Oscar behoren. Ja, maar we verdragen de lee ook toe. Ik denk niet dat we dat verdragen. Die samenleving is bezig te surviven. En we zijn min of meer geen woelige samenleving. We zijn geen woelige samenleving. Wij rekenen af wanneer het moment daar is. Ja, maar het nadeel is dat die schade zo groot is. Precies. Die schade is ook zo groot. Dat gaat een beetje toe zien. We lossen op, maar dat we gewoon wat trakcrisis pakken. Want dat regering zou komen, moet weer opruimen. En heeft dat nog boom, doen boom. Dat trouwens zij komen ruimen op, maar dus je begint om de vijf jaar begin je opnieuw. Dat moet daarom moeten we ook gaan kijken naar wie we kiezen om ons te leiden. Precies. Ja, echt waar. We moeten echt goed gaan kijken wie we kiezen om ons te leiden. Ja, zodat we voorkomen dat het in dezelfde kring. Ja, en mooie praatjes. Geloof me. Als iemand je zegt, en als de NDP komt en de NDP jou zegt bij verkiezingswind in 2025, dat wij binnen 200 dagen het land weer op... Je bokst er een keer. Je hebt een bokst er no stem die ding. omdat zelfs zo'n koe van zondag weten dat niet kan. Ja. Maar op de briebing. Toch en op de briebing in 2020. Je bent briebing. Broer, 130.000 mensen hebben voor de VAT. Nee, ja, ik heb op mezelf gestemd. Maar je kan tegen je tak niet stemmen, dat maar goed. Daar gaat het niet eens om. Ik vind het jammer dat je niet er is een mooie campagne gevoerd, of een mooie... Strategisch hebben ze een goede campagne gevoerd. Ja, een leugenachtige campagne, als er stem slim zijn. Toch waarbij ons duidelijk is gemaakt dat we... Eigenlijk voor de beste van de slechtste zou dat moeten kiezen. En weet je waar ik kan me nog zo goed heugen. Ik zat in op onafhankelijkheidsplein toen die inauguratie plaatsvond.
En ik zei bij mezelf, dit gaat totaal mis. Wanneer die president niet heeft begrepen dat je die gifte kan accepteren. Een gold medaille. En hij doet het. Dus publiekelijk, hè? Internationale media is gefocust op hem. Surinaamse media is gefocust op hem. Zoveel getuigen, ambassades en noem maar op. En je ontvangt het gewoon. Dus dat was al voor mij een teken van... Nou man, dit gaat mis omdat men totaal voorbij gaat aan datgene wat mag en wat niet mag. Maar dan nog geloven ze dat ze groter uitkomen. Dat mag. Maar als je meedoet... 28 zetels. Gelukkig is het nog steeds het volk. Wie doet mee aan de verkiezing zonder een bepaalde verwachting? Kijk, maar je moet realistisch blijven toch? Ja, maar als ze hebben gezegd dat ze binnen 200 dagen... Dat is dan nou maar realiteit, toch? Als ze je zeggen dat ze binnen 200 dagen het land op wieltjes zouden kunnen brengen, is het hun realiteit. Dus als ze zeggen dat ze 28, is het toch niet vreemd dat ze dat zeggen? Wat is de realiteit? Wat is de waarheid? Wat denk je? Wat de VIP betreft, wat zetels betreft? Deze regering komt niet terug. Helemaal niet. Nee, ook niet in een combinatievorm. Een combinatie is geen regering, deze regering. Deze regering komt niet terug, althans. Maar exponenten ook komt ook. Dat moet nog zeggen, maar hij heeft vast van Sanego. Ze halen geen 20 zetels meer. Ik nog kan tegen Jassan, maar ik leg je uit dat de maas al zou vergeten. Minder denk 20. Nog 20. Ja, samenleving, die is 20. Niet zomaar samenleving, die is 20, dat is nooit. Maar ja, kijk, het is geen koffiedik kijken zoals men zegt. Wat zeker is dat deze regering niet terugkomt. En dat betekent automatisch dat ze onmogelijk zoveel zetels kunnen halen. Laat me het correct zeggen, mits men niet fraudeert. Ja. Want men is alles in staat om te doen om aan de macht te blijven. En we zien het ook in de manier hoe er gehandeld wordt, hoe er geregeerd wordt, waarbij er zonder enig respect voor wet en recht zaken aan een kant worden gezet. Oké. We moeten afronden, heren. Ik wil toch wel... Nou ja, mij nog niet door, maar goed. Oh ja, hè, daarover kunnen we nog even praten, heel kort. Want ik heb met verschillende mensen gesproken over deze groep van mensen die... die groep komt naar Suriname. Eigenlijk, de voorbereiding wordt nu gedaan door de heer Ruud Soeverein. Mm-hmm. En Amatijk me persoonlijk ook toe van, weet je, ze zijn al zover dat die mensen naar Suriname komen. Er is een groep hier, maar het is een kleine groep. Maar het gaat om wat ze willen doen in Suriname. Hij geeft aan dat ze willen komen investeren in Suriname. Binnen een jaar tot vijf moeten ze dus dan bijna $500 miljoen... investeren in de economie van Suriname. Dat is natuurlijk welkom als we dus dan een economie hebben. Isabel Maiwankel en de Maka steun. Maar pa moet ik moppen. Dus dat weet ik niet. Is er daar onderzoek naar gedaan? Dus dat is de vraag. Heeft men gekeken naar de track record van? Want iedere keer zei ik, ja, ik lig van mijn jamie kan tegen. Gewoon, ik ben van plan om binnen 5 jaar $1 miljard te investeren in Suriname. De vraag is, waar komt het geld vandaan? Wat is de trekker van de Mennonieten? En gelukkig hebben we nu het digitaal tijdperk waarbij je met een druk op de knop heel snel achter informatie kan komen. En je hoeft maar de naam Mennonieten in te toetsen. Ja. En je ziet een heleboel informatie oppoppen over groepverkrachtingen, misbruik van kinderen, drugshandel, kaalkap. Maar dan zeggen ze van, het gebeurt binnen hun gemeenschap. Ga die naar buiten. Het is een gemeenschap die zich bezig... Ze worden zich bezig met zichzelf. En dan kom je naar buiten. Maar dat zegt meneer Ruud. En dat rechtvaardig dat het is. Nee, Ruud zegt, het is een gemeenschap. De man, kom bemoeien naar buiten. Meneer Ruud, het is... Sorry, nee, laat me het correct blijven. Laat me netjes blijven. Luister. Wij zijn Surinamers. Wij hebben een bepaalde... Door de jaren heen hebben we een bepaald levensstijl gehad. En we hebben hier we hebben voor gekozen om wet en recht te laten gelden over, op ons heel grondgebied. Ja. Er kan onmogelijk zijn dat je bewust als staat ervoor kiest om een nieuwe staat in jouw staat op te zetten. Mm-hmm. Want dat is wat er gaat gebeuren. Ja, want, ja. Zeg jij mee, en gelukkig dat het bevestigd wordt aan jou, hoe wij kunnen toestaan dat er een groep komt en zeg, ik heb een groep,
Jouw wetten zijn voor jou, maar we hebben onze eigen zaken. Dat hebben ze niet zo gezegd. Ze geven aan dat het is een gesloten gemeenschap. Maar wat houdt een gesloten gemeenschap? Dat wordt ook wiens verkrachting, wiens zang op straat is koten normaal kan bemoeien. Minder denk je. Maar wie gaat het aan de politie zeggen? Wie gaat het aan de politie zeggen? Maar wil jij dat iemand op jouw grondgebied in vrees leeft om onrecht kenbaar te maken aan de autoriteiten? Tuurlijk niet, tuurlijk. Precies, maar dat gaat gebeuren. Ja. Los daarvan. We hebben niet eens onze conventionele hele criminaliteit onder controle. Dat we contact moeten samenvatten. Wanneer jou wordt gezegd dat er anderen zullen komen, heeft die regering ons gezegd dat ze toestemming gaan geven aan 50 en dan gaan we een trial doen. Oké, wat is die trial? Wanneer begint het? Wanneer eindigt het? Bovendien, nu al weet je dat het weerstand ondervindt van die samenleving. Ja. Ga je desondanks die samenleving haar wil aan een kant zetten om mensen te accommoderen? Dat betekent dat jongens aan het chissie drapje. Dat is één. Twee, en hier komt het. Wat weegt zwaarder? Mm-hmm. Het ontwrichten van jouw samenleving door middel van nieuwe zaken binnen te brengen, in die zin van menonieten in dit geval, waarover je geen controle hebt met alle gevolgen van dien, en hoe past dat in jouw bevolkingsbeleid? Want als je een bevolkingsbeleid hebt, op basis daarvan kan je een immigratiebeleid hebben en noem maar op. Wie haal je naar binnen? Wie haal je niet naar binnen? Ja. Wat wil je, waarom haal je ze naar binnen? Om wat te doen. We moeten ophouden om te denken dat wanneer mensen komen en zeggen, ik heb geld, ik kom investeren en dat is alvast jouw reden om de persoon binnen te halen. Precies dat. Dat kan toch niet? Er komen 278 Mennonieten als jullie namen. Ja, maar ook als... Kijk, binnen het kader ook van behoorlijk bestuur is die overheid aan onderzoek zijn informatieplicht. Je zou sowieso de DNA moeten gaan informeren. Precies. Over wat je van plan bent. Want het is niet iets van dat een toerist eet. Kom chillen. Mensen komen zich duurzaam hier vestigen. Toch, we zijn bezig, we willen doorgaan voor carbon negatief land. We zoeken naar carbon credits. Maar aan de andere kant, dus, dat sturen we mensen. We weten dat de mensen ook bekend staan voor het op grote schaal. Kaalkappen en ontbossen. Toch, de mensen die worden ook in verband gebracht met Mexicaanse drugskartel, zoals Juarez-kartel. Weet je wat interessant is? Waarom zouden Mennonieten, indien ze zo'n goede track record hebben, waarom zouden ze zich in Suriname willen vestigen? En waarom zouden ze door andere landen zijn weggejaagd? Waarom zijn ze niet gebleven waar ze waren? Waarom? Dat is die vraag die we ons... Waarschijnlijk zoeken ze meer terrein toch, over maar dat hele betekent, wereld. Dat betekent, en dat maakt het nog mooier, als dat het geval is, betekent dat juist dat je ze buiten de deur moet houden. Want dat betekent, PDCC, die vernietigt aan de boemoren, dus de politie gewoon aan trappen. Ja, en die onderzoeksplicht van de overheid, dat is verplicht ze ook om een kijkje te gaan nemen wanneer het gaat om meneer Ruud Soeverein en die andere man Bert Schreuder. Ja. En het zijn ook niet bepaald mensen die een mooie reputatie hebben. Van die ene manier wordt in ieder geval gezegd dat hij persoonlijk verantwoordelijk is voor het falen van die cicadeteelt in Saramaka. Dat hij ook een wanbetaler is. Waarom zou je nou überhaupt met zo iemand in zee willen gaan? Ja, en waarom wil je zaken in een kleine kamer afhandelen? Waarom breng je dat ding niet? Laat het onderdeel worden van die brede maatschappelijke discussie. Transparantie. Hey, als we niet luisteren naar die samenleving, toch? Omdat uiteindelijk is het die samenleving die waarover alles heen komt. We moeten en regeerders moeten luisteren naar die samenleving. Ja. En dat wordt niet gebeurd. We gaan afronden, heren. Ik vond het bijzonder goed om even met jullie te praten over deze onderwerpen. We zijn al een uur en 24 minuten verder. Toch wel een vraag voor Jones. Gerald vraagt Jones waarom de voorzitter van DNA hem als een troublemaker ziet wanneer ze over grondzaken praten. Omdat Jones de persoon is die altijd zijn stem gaat laten horen. En als men niet wil luisteren, ga ik er doorheen schreeuwen. Schreeuwen omdat die samenleving mij daar gezet heeft. En if I no Jeremy aan een rustig beleefd Nederlands, dan sta op een misting. Ik wil dit lezen. Ik zo lang, maar laat me proberen. Eerlijk, ik snap ergens de president. Dat hebben we al gelezen, toch?
Weet dat deze twee heren de capaciteit hebben om deze case nuchter te benaderen, maar bewust dat niet willen doen. Ansadi heeft dit in het parlement aangehaald en daar is het gestart. Dus, dan zie je ook Jones politiek hiermee wil scoren. We moeten echt zaken uit de partijpolitieke sfeer halen. Is partijpolitiek, kijk hoe ze dit telkens in de sfeer trekken. 8 december beoordelen is volgens Jones wel schending van mensenrechten. Is echt, wat zijn deze personen? 8 december beoordelen is volgens Jones wel schending van mensenrechten. Hij is echt grappig. Okay. Ik weet niet wie die persoon is, maar ik weet niet... Het is dezelfde persoon die gezegd heeft van... de titel is ongepast. Ja, maar ik weet niet op basis waarvan de persoon beweert dat ik heb gezegd dat 8 december berechting schending is van mensenrechten. Mm. Wanneer zou ik dat hebben gezegd? Ik heb het ook niet gehoord. Ja, maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat je bepaalde dingen niet buiten de politieke sfeer. Want het zijn handelingen die door politici worden gesproken. Maar alles wat ik zeg, moet ook in een politieke context geplaatst worden. Je bent politicus. Omdat die samenleving heeft mij daar gezet om hun politieke belangen, wat onderdeel is van het nationaal belang, te behartigen. Dus ja. En wanneer ik het zeg, gaat het altijd politiek vertaald worden. Maar dat gaat me niet weerhouden om datgene wat goed is voor die samenleving constant aan de kaak te stellen. En als ik moet vechten ervoor, en in tegendeel als ik een klap ook ervoor moet incasseren, dan is dat de offer die ik moet brengen. Het is wat het is. Dat zeg je links. We gaan eruit voor wat deze live uitzending betreft. Dankjewel voor het weer willen reageren en kijken naar deze aflevering. Het is straks op YouTube, dus je kan het weer eens bekijken. Ik ben Gerald Harderwijk, mede namens Danito. De familienaam is me ontgaan. Het heeft iets met Santoki te maken, no? Ja, toch? Ja? Het is een grapje. Mede namens Danito, ik ben Gerald Harderwijk. Heren, dankjewel voor het willen komen. Tot de andere keer. Trouwiki hebben we, als alles goed zit, moeten we de heer Rijmen hier hebben als een van onze gasten. En Anton Karg moet het zijn, ja. Maar dat zal afhangen van de ontwikkelingen van de week. Maar goed, we zijn eruit. We zijn er weer een andere keer. Ik ben Gerald. God bless. We'll be right back.